Goedemorgen weer deze morgen en welkom weer bij een nieuwe vlog. Ik sta in Veenendaal. Even een paar glasdeuren naar boven, huisje naar beneden naar boven. En daarvoor ben ik bij ISA geweest. Dat is zeg maar ruimtemuseum. Maar ja, dan mag ik natuurlijk niet filmen. We zijn weer lekker aan het hengelen. En de zon schijnt, jongens. Het verdikt me. Maar het is wel een beetje fris. Dit is Ben test mij. Dat moet je niet willen. Hoe groot was hij nou? 3 bij 5 bij 82. Een ruitje. Die is eruit. En de andere komt eraan. Dus België. Dus doe nog even. Maar hij is toch heel? Dat is niet meer voor je. En zo kom ik je heel vaak bij je tegen. Ja, jij praat nooit en je bent echt een zak al. Hallo. Hallo. Maar nu kom ik echt veel te vaak tegen. Met mijn dikke kip op wielen. Noem ze een kip. Alleen dik? Net als een chauffeur. Dik en... Nee, maar oké, mooi man. Ik ben ook een keer met Jeffrey mee geweest met de LZV. Maar ik heb dat nog niet online gezet. Dan ga ik dat doen. Goed verhaal. Goedemorgen. Wij staan bij Alphen en we gaan picknicktafels op daktras hijsen. Picknicktafels op een daktras hijsen. En daarna gaan we bier drinken, want het is echt heel lekker weer. Wat een goed idee. Helpen. Ik heb hulp nodig. Hulp. Nee, oh, jij gaat mij leren. Want jouw kip. Oh, trouwens, hallo, ik ben thuis inmiddels. Maar ik ben vandaag met Evert op pad geweest. Evert heeft me heel veel geleerd. Want Evert kan het heel goed. Ik ben echt heel moe. En jij stuurde me vanmorgen een berichtje dat jouw muffin. Ja, ons kipje. Ons kipje, wij zijn zwanger. Ga toch fietsen. Je kip is kapot. Zijn wij zwanger? Je kip is... Ik vind het een gekke manier van vertellen. In ieder geval, onze kip is dood. Dus ik dacht, nou, ik ga een nieuwe kip halen. Echt heel leuk. Maar die kip wordt schijnbaar dus heel groot. Dus niet in jouw optie. Ik heb kriel- en sierkipjes. Ja. En dit wordt echt een hele grote kogin. Maar hij heeft een heel klein huisje. Maar hij is... Nu is hij nog heel lief. En hij heeft dus helemaal niet zo groot hok. Maar hij is echt leuk. Kijk nou hoe cute. Het is bijna mijn hand. Grote. Maar wat zo groot als de doos ongeveer. Kijk, maar het is echt heel klein. Ja. Dat is toch cute? Ik had een kip. Ja, die had ik gevuld met kruiden. Goed ingesmeerd. Ja, hou maar. Nou, in ieder geval... Dit is dus weer gewoon een of andere impulsieve actie van mij. Heel lief, dat wel. Ja, maar dus ik heb weer een grote kip gekocht waarschijnlijk. Maar we zullen even kijken hoe groot de kip wordt. Maar jouw hok is echt klein. Dus anders... Mijn hok is helemaal niet echt klein. Ja, wel voor de kip zo meteen. Nou, in ieder geval eindeloze discussie. Ik ga even paardrijden en dan ben ik vanmorgen vrij. En dan ga ik eindelijk naar de kapper. Ik klaag er al meer dan een half jaar over. Maar ik denk een jaar geleden dat ik naar de kapper ben geweest. Ziet het ook wel, want dit is dus eigenlijk een pluk. Die is korter. Nou... Dat lukt gewoon niet. Je hoort eigenlijk tot hier te zijn. Weet je wat ik zeg tegen hem? Als je kippie loslaat, gaat het pot. Nou, hij gaat in discussie dat wij niet weten hoe onze honden werken. Hij wil een kippen loslaten. We hebben twee Rhodesian Ridgebacks en 4 Jack Russells. Ik weet zeker. Hij heeft goed introduceert en vervolgens stelt. Ja, nu ga je hij kan best. Jij bent wel een die groot is, hè? Oké. Maar ik heb even het merk opgezocht en het is een kogin kip. Wordt het grootste zwaarste kippenras. Ja. Helaas. Ik ben dus naar de kapper geweest. Het is echt heel kort. Er staat niet. Ik snap dat het niet is met je bouw op me. Nee. Het is echt heel, het lijkt wel een boblijn. Heb je ook al het keertje nog gedaan? Joele. Maar pak ze een aagsteen. Nee. Ik vertrouw je niet meer. Nee, dat snap ik. Er komen meer mensen die mij niet vertrouwen. Dat kwam wel echt uit je ziel zo'n beetje. Ja, maar kijk. Wat een weertje, hè? Nee, ik heb er één. Oh, wat goed vind ik. Zonder natte worden.
Geweldig! Mooi werk hier in de binnenstad van Utrecht. Keep him shining. Woonse Tilse heeft naar beneden gedraaid en ik heb gebruikt een beetje als een telekraan. Dus we laten hem rechtop en dan doen we het hier werken. Nou, net gehees dus in Utrecht. Utrecht, de stad hier. Echt leuk. Echt leuk werk. Dat huisje, dat bevalt me goed. Alleen die stad, iedereen vliegt er voorlangs en doet. En ik vraag me altijd af of mensen het wel weten. Maar, en daarvoor ben ik in ieder geval bij de politie geweest in Apeldoorn. Daar mag je toen niet filmen. Daar heb ik een paar ergo's van het dak afgehezen van Western. En in de zeikende regen. Echt. Gelukkig heb ik een regenpak aan, maar ik was niet normaal. Maar gewoon regenpakje aan, gaan, blijft het gewoon leuk. Weet je, dat maakt het ook niet uit. En nu terug naar de zaak. Lossen en... Voor mij zit het achterman erop, maar je weet het niet. Misschien is het nog wat. Dat wilde ik dus zeggen. Ik heb net Big Bags gehezen. Ik heb een hele mooie spreader voor Big Bags gekregen van Hiab. Dus gisteren toen ik wist dat ik Big Bags ging hijsen, dacht ik... Oh, die ga ik meenemen, want dan kan ik het doen. 3 keer raden wie dat ding vergeten is. Ik heb vanmorgen. Nou, ik denk dat ik echt even zien hoe handig dat ding is. Leuk en goed en ik... echt een typisch iets voor mij. Maar oké. Ik ga hem wel laten zien hoe die werkt. Als ik weer Big Bags mag, ga ik iets anders gaan doen. Kijk, daar sta ik! Oké. Nou, wat goed, wat gaaf. Even, die moet in Nijkerk zijn, precies. En ik wil heel veel nog heel graag wil leren. Ik had nog pauze moest maken en eigenlijk klaar. Alleen nog even lossen in hoeflaken. Maar zoals ik zei, van even moest in Nijkerk draaien. Ik wil heel graag veel leren. Dus ik heb een zaak gebeld, ik heb even komen kijken en dat mocht, dus echt heel fijn. Dus ik sta nu in Nijkerk, even het gewoon te ondersteunen, want hij kan het niet alleen. Even te kijken wat hij aan het doen is. Dus hij draait nu met de lier en hoe het allemaal werkt. Echt super interessant en super tof dat het bij het bedrijf gewoon kan. Daar lopen we nu. In het wild is een natuurlijke habitat, ziet u, Evert. En daar, iemand met haar. Geprent! Ik ga even het interview, even wat ben je aan het doen? Ja, dat weet ik eigenlijk zelf. Oh, die heb ik echt helemaal niks aan. Dit kost gewoon meer uren, dan verdienen we meer aan. Doe even normaal! Eenmaal sterk. Nou ja, één en een beetje. Ja. Anderhalve auto hebben we nou. Nou, ga eens even niet op mijn auto lopen haten. Maar hij is wel een beetje kort en... 1 en een kwartje Hij heeft over zelf, hij is zelf een kwartje. Ja. Nou ja, een best kwartje ben je dan. Maar even wat ben je aan doen, je bent je evenaar. Even naar de rat opbouwen zodat we aan de achterkant een ruit naar binnen kunnen krijgen. Want anders krijgen de jongens hem niet in het proces. Ik vind het echt een heel raar verhaal nog, maar. Ja, daarom. Want dit zit, hangt toch ook niet recht? Nee, klopt. Vet hè? Goed verhaal. Zodat die ruit zo meteen in de lucht niet kan draaien en tegen maar even naar ruit komt. Want dan is hij stuk. God, heb je dit ooit zelf gebracht? Ja. Hi. Hele lens ook gelijk bij school. Het voordeel is ook als het nou een beetje waait, dan gaat die ruit vanzelf als windroos met die evenaar tegen de wind in staan. Dan gaat hij ook niet alle kanten op te sliepen. Heel mooi dit. Echt wel handig man. Dit ziet er zo makkelijk uit. Vet, hè? Ik ben echt blij dat ik even kon kijken hoe hij dat voor elkaar heeft gebouwd. Met de evenaar en dan zeg maar een soort stootijzer. Stormram. In het weekend werken we ook voor de IVD. Dat doen we invallingen bij je woning en dan komen we ook achterom. Ja. God, deze man, jongen. In ieder geval met lier. Dat is net een ijskraan, hè? Eigenlijk wel, hè? En nu gaan we karretje wassen. Nou, ik heb al weinig wassen. Nee, ik moet wachten omdat iemand, deze man, de spuit heeft en zegt dat mijn auto kleiner is dan die van hem. Oh god, toch wel. Nou, ik ben ook klein, dus ik heb ook een klein autootje. Ideaal, om niet van schoon te maken. Goedemorgen, het is inmiddels zondag en wij mogen op zondag, tenminste, best uit de kustelijke buurt. Dus op zondag mogen er geen apparaten bij ons aanstaan, dus dat doe ik ook netjes niet. Alleen, ik wilde gisteren mijn velgen veranderen. Geen tijd voor gehad, dus doe ik dus nu. Alleen doe ik het altijd even netjes in de schuur. Alleen staat dus muziek aan en dat mag natuurlijk niet beeld. Maar ik heb er zoveel gestroomd bijna. Lekker. Nog een beetje inserveren nu. Hij moet nog een stukje zakken. Maar echt beter zo. Ik slof er weer. Links is de zomer, rechts is dan de wind. Dan moet je kijken, een verschil. Dat was weer een vlog van deze week. Ik heb trouwens een video erin gezet van RTL Transportwereld. Dit is samen met
sectorinstituut gemaakt. Wat ik zo leuk vind aan het werk van de autolaadkraan is dat je eigenlijk meer bent dan alleen chauffeur. Je bent aan het rijden, maar je bent ook aan het laden en aan het lossen. Je bent met de mens bezig, dakkapellen zetten, glas zetten. Ja, je bent gewoon meer dan een chauffeur. Dat vind ik erg leuk, de afwisseling. Ik ben Fabienne van der Pol, ik ben 24 jaar, ik kom uit Putten. Ik zit al 3 jaar op de autolaadkraan en sinds 1 maart 2024 bij Van Hooft Hoevelaken. Ik wilde nooit vrachtwagenchauffeur worden en ik ben eigenlijk door mijn oude werkgever gevraagd of ik de vrachtwagen op wilde. En toen zei hij, ja, maar met een autolaadkraan, want alleen de vrachtwagen leek mij niks. Ik ga stilzitten. Ik dacht, ja, waarom ik eigenlijk niet? Ik vind overal waar diesel in moet en roken, vind ik gewoon machtig. Het is net wat speciaal en wat meer priegelwerk en daar ga ik gewoon wel goed op. Is dit werk zwaar? Nou, eigenlijk niet, want wij hebben oliedruk. En ik zeg altijd, wat je met oliedruk kan doen, moet je niet met bloeddruk doen. Dus dat moet je dan ook niet doen. En je kan het jezelf zwaar maken zoals je zelf wilt. Er zijn steeds meer vrouwen. Ik weet er een paar. Maar het kan gewoon. Want ik ben het leven bewijs dat het gewoon kan. En ik vind het heel erg leuk. Je moet wel de autolaadkraan mooi vinden. En ja, ik vind het machtig. Dus ja, ik chapeau als je het gewoon doet. Gewoon doen. Er is altijd gezelligheid op de bouw. Er is altijd gezellig, leuk, zingen, doen. Dus dat vind ik leuk in de bouw. Ja, je moet hier wel goed voor kunnen rijden. Ik zal het eerder zeggen, je hebt inzicht nodig. Hoe doe je iets laden? Hoe maak je het vast? Hoe is het logisch? Zeker als je veel mee moet nemen. Dat leer je de mate je het wat langer doet. Ik kan lekker bezig zijn. Ik leer hier heel veel. Dat vind ik echt heel erg leuk. En daar kan ik ook mijn energie echt in kwijt. Dus ja, dat heb ik wel veel gevonden in het werk. Wat hier zo speciaal is dat ik over het huis heen ga hijsen. Dit omdat we en aan de voorkant en aan de achterkant moeten zijn en hoef ik de vrachtwagen niet te verplaatsen. En vanwege mijn jip heb ik zo op nog een knikpunt, waardoor ik heel mooi over het huis heen kan. Ook in deze sector kun je heel part-timer, zeker. Zelf ben ik ook part-timer. Wil je naast je andere baan gewoon 2 dagen in de week gewoon even lekker op de vrachtwagen? Dat doen ook heel veel bedrijven. Het allerleukste aan deze baan vind ik in woonwijken komen, dat je denkt, ah, gaat het passen? En dat het dan toch even achteruit erin stuurt, ook al moet je 2 keer steken of zo. Ja, daar kijk ik op. Als het aan mij ligt, blijf ik het nog lang doen. Ja, dit is wat ik niet had verwacht te gaan doen. Maar het heeft heel goed uitgepakt. Beter dan ik dacht. Ik ben heel gelukkig, ja. Met mijn werk, met alles. Ja. En ik hoop dat je het leuk vond. Is afgelopen zondag op tv geweest. Echt een leuke dagen mee gehad. En de video is ook heel mooi geworden. Maar bij deze, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende. Like even, abonneer. Doe er een reactie onder. Vind ik altijd leuk. Dus tot de volgende. Joejoe. Bouwtjes, geiten. Ja, dat weet ik. Dat ziet er wel uit, hè?